VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders. Goedenavond en welkom bij VVV-TV. We beginnen deze uitzending met een terugblik op de overwinning van maandag tegen Jong PSV. Dat doen we met niemand minder dan hoofdtrainer Rick Kruijs. Rick, een moeizame overwinning, maar wel 3 punten bij Jong PSV. Hoe blik je terug op die avond? Met uiteindelijk wel een goed gevoel natuurlijk, omdat de ploeg wederom karakter toont. En 3 hele belangrijke punten meeneemt naar Venlo. Hoe heb je naar het spel gekeken van je ploeg? Niet tevreden natuurlijk. Ik vond dat we stroperig waren in de opbouw. Stroperig waren in de eindfase. En ik denk dat we dat veel beter kunnen. Wat zeg je dan in de rust? Nou, dat er een tuintje op moet. Dat we uiteindelijk meer moeten afdwingen. We hadden natuurlijk wel een paar kansen, maar ik vond te weinig. Nou, de tweede helft hebben we wel geprobeerd aan te vallen. We hebben ook een paar goede momenten gehad. Maar zijn we wel de hele tijd bijna op de helft van PSV geweest. En wat ik zeg, ben ik blij met de punten. Had je zelf het gevoel dat die binnen de treffer nog zou vallen? Nou, dat gevoel heb ik bij deze ploeg altijd. Dat hebben ze wederom bewezen. Maar goed, je weet dat dat nog steeds kan. En ik vond dat de wissels nieuwe energie gaven. En ik was heel blij. Inmiddels is het geen toeval meer. Is dat echt een kwaliteit om zo laat nog te scoren iedere keer? Ja, dat is een kwaliteit. Want dat is nu een aantal keren gebeurd. En het tekent ook het karakter van het elftal. Maar ook de fitheid. Dus dat is mooi. Want hoe zie je dat karakter van het elftal? Nou, ze blijven ervoor gaan natuurlijk. En dat zie je ook in de manier van juichen. En nu ook hè, met Frank erbij. Dus dat zit er gewoon in het elftal. Vrijdag hoopt Kruijs die mentaliteit opnieuw te zien als VVV het opneemt tegen ADO Den Haag. De ploeg van zijn leermeester Dick Advocaat. Nee, super speciaal natuurlijk. Ik heb een goede band met Dick Advocaat. Ik ben enorm dankbaar dat ik met hem heb mogen werken. En dat hij later nog de rol van mentor voor mij heeft ingevuld. En dat is natuurlijk... gewoon een mooie uitdaging. Want hoe is die relatie nu precies? Goed, we hebben geregeld contact nog. Ook in de tijd dat hij bij ADO zit. En kijk er enorm naar uit om hem weer te zien. Wat verwacht je van ADO vrijdag? ADO stugge ploeg. Onder Dick natuurlijk een betere reeks ingezet. Sterke spits, snelle buitenspelers. Dus we moeten bij de les zijn. Tegen Jong PSV had Kruijs in de basis opnieuw plek voor Kees de Boer. Hij is redelijk tevreden met zijn seizoen tot nu toe. Ja, ik denk dat ik goed begon. Goede wedstrijden gespeeld. Daarna, ook als team kwamen we misschien in een klein dipje. Een paar keer niet gewonnen. Zelf ook een paar keer niet top gespeeld, niet slecht. Maar gewoon soms wat ongelukkige momenten. En, wat ik op het begin niet had of minder had. En toen kwam ik op een nieuwe positie terecht. En toen... ging het eigenlijk weer wat beter lopen. En ik hoop natuurlijk nog wat meer goals en assists erbij te krijgen. Maar het is al meer dan vorig jaar in ieder geval de goals. Dus daar ben ik blij mee. Maar moet er nog wat bij. Je bent een beetje omgeturnd tot valse rechtsbuiten. Hoe bevalt het? Tot nu toe prima. Goede resultaten gehad als team. Zelf veel gespeeld. Goede wedstrijden gespeeld. Misschien de afgelopen wedstrijd iets ongelukkiger. Of iets minder aan de bal gekomen. Maar al met al prima. Hoe was het voor jou om daar terecht te komen op die positie? Het was wel verwennen natuurlijk. Het was een totaal nieuwe positie eigenlijk. Eigenlijk altijd controlerend, box-to-box, middenvelder gespeeld. Deze aanvallendere rol die bevalt goed. Het helpt natuurlijk ook omdat de resultaten goed zijn. Dan kon je er vanzelf lekker in natuurlijk. Maar zoals ik al zei, het gaat tot nu toe gaat het prima. Kan natuurlijk veel beter nog. Nu weer een nieuwe spits. Daar moet je weer nieuwe dingen mee afstemmen. En, zoals het voor de winter met Sven ging, proberen we dat nu erin te krijgen met de nieuwe spits. Met de Boer opnieuw in de basis won VVV maandag van Jong PSV. Een belangrijke 3 punten weer. Want
Ja, anders komen die teams onder je toch dichterbij. En nu kunnen we hopelijk doorpakken vrijdag en dan naar boven kijken. Ja, wat was het voor wedstrijd tegen Jong PSV? Want je komt al vroeg op achterstand. Uiteindelijk win je het toch nog. Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Ja, natuurlijk een klote goal begin. Maar eigenlijk is PSV niet echt gevaarlijk geworden. Wij speelden ook niet top, maar hadden wel... Ja, voor mijn gevoel, vooral de eerste helft, veel de bal. Niet echt hele grote kansen, wel een paar. Of een kans op een kans. Maar dan is het toch... zie je toch die teamspirit bij ons. Dat we niet opgeven dat de wissels die erin komen toch ook belangrijk zijn voor ons. En dat je hem uiteindelijk toch weer wint in de laatste minuten. Dat is denk ik wel iets wat in ons team zit, wat toch belangrijk is. Vrijdag wacht de volgende mooie uitdaging voor VVV, dat de voormalig werkgever van de Boer treft. Ja, ADO is natuurlijk ook weer wat beter gaan spelen de laatste tijd, wat betere resultaten gehad. Dus dat wordt gewoon weer een mooie wedstrijd. Ik denk dat elke wedstrijd in deze competitie, dat je gewoon vol gas moet erop moet klappen en alles moet geven, want anders heb je het elke wedstrijd lastig. Maar ik denk als wij gewoon ons ding doen, hard werken en gewoon goed in de wedstrijd zitten, dat we gewoon die wedstrijd gaan winnen. En we moeten sowieso vol voor die 3 punten gaan. Het is ook jouw oude club. Is het dan nog extra speciaal voor jou vrijdag? Wel een beetje. Ik heb daar natuurlijk gespeeld. Ik ken nog jongens uit dat team. Ik heb ze nog niet gesproken, maar zal ik vandaag of morgen nog wel even doen. Maar het is leuk om tegen die gasten te spelen en hopelijk om ze pijn te doen. We sluiten deze uitzending af met een aantal mooie doelpunten gemaakt tegen ADO Den Haag. Laten we hopen dat we vrijdag in de Kuil opnieuw dit soort mooie treffers gaan zien. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders.